Dag Christian. Dag Zoe. Hoe bepaalt de rechter welke straf een dader krijgt? De wet geeft een minimumstraf en een maximumstraf. En daartussen kan de rechter dan kiezen hoeveel straf hij dan precies geeft. En hoe doet hij dat dan? Ja, eerst gaat hij kijken naar wat heeft die dader precies gedaan. De dingen die gedaan zijn, hoe erg zijn die? Zijn die heel erg? Zijn er misschien iets minder erge dingen gebeurd, maar toch nog erg genoeg om gestraft te worden? En dan gaat de rechter ook kijken naar de dader zelf, naar de persoon. Wat voor iemand is dat? Waarom heeft hij dat gedaan? Hoe komt dat dat die dader dat gedaan heeft? Welke straf bestaat er buiten een celstraf? Je hebt verschillende andere straffen dan een celstraf. Je hebt een geldboete bijvoorbeeld, en dat betaalt niemand graag natuurlijk. Het kan ook zijn dat er een elektronisch toezicht wordt uitgesproken. Dat is een, ze noemen dat dan de enkelband. Dan heb je ook een werkstraf. Dat kan zijn dat iemand die iemand omvergereden heeft, om het zo te zeggen, dan kan het zijn dat die naar een ziekenhuis moet gaan om dan mensen te gaan helpen die overreden geweest zijn, zodat die persoon ziet wat dat hij eigenlijk aangericht heeft. Waarom lijken sommige straffen niet streng genoeg voor ons? Iedereen vindt altijd een gevangenisstraf, dat is het van het. En door iemand in de gevangenis te stoppen, wordt het vanzelf beter. Maar dat is eigenlijk niet zo. Je moet eigenlijk meer doen dan alleen iemand opsluiten. Je moet er eigenlijk ook voor zorgen dat er begeleiding is, zodat het niet opnieuw kan gebeuren. Oké, bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Abonneer je op ons kanaal en check deze video's.